Welkom bij een nieuwe aflevering van Game News. Het is vandaag donderdag 17 december 2020. En mijn naam is Chris. En we beginnen vandaag met Overwatch. Want er zijn toch weer een paar kleine geruchten rondom Overwatch 2. We hadden eigenlijk veel eerder er wat van verwacht. Maar helaas, ik denk vanwege corona dat dat allemaal een beetje uitgesteld is. Er is weinig naar buiten gekomen. Ik kan eigenlijk wel zeggen, er is helemaal niks naar buiten gekomen de afgelopen tijd. Maar nu begint er toch wel wat te komen. Er is een developer update naar buiten gebracht door Blizzard. En daarin komt dus voor dat er wat meer gaat gezegd worden over Overwatch in februari. En dat zegt Jeff Kaplan, dat is de man die er allemaal achter zit in ieder geval. En in februari, ja, om dan eventjes een stapje te maken daarmee, verschijnt BlizzCon Online. Normaal gesproken is dat een event wat altijd in Amerika wordt gehouden. Maar ja, vanwege corona hebben ze dat nu al gezegd van hey, we gaan dat gewoon online doen. En het wordt online gedaan op 19 en 20 februari. En ik ben benieuwd, wat kunnen we allemaal verwachten van Overwatch? In eerste instantie werd er al gezegd van ja, je kan dan de maps, je kan je progressie meenemen of zo. En de maps die in deel 1 zitten, die kun je ook weer spelen en zo. Heel erg tof. Wordt overigens nog steeds geüpdate de game en veel gespeeld. Nog wat geruchten rondom Battlefield 6. Ja, leaks zou ik het niet willen noemen, want het blijven wel geruchten. En nou ja, als ik het berichtje lees erover, dan klinkt het allemaal wel plausibel. Maar het wordt echt nergens geconfirmed. Zeker nog, er worden zelfs dingen verklaard dat, ja, dat pas misschien volgend jaar zomer wat naar buiten gaat komen over deze game. Al moet de game wel uitkomen volgens de leaks rondom herfst 2021. Volgens de geruchten zou die alleen speelbaar zijn op de PC, PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Dus echt voor de next-gen consoles en natuurlijk gewoon de PC. Want die worden natuurlijk continu geüpgrade. William Fichtner, ik hoop dat ik goed uitspreek, die heeft op Reddit een bericht achtergelaten. Wat ik al zeg, best wel een plausibel bericht. Al kijk ik er wel met een grote korrel zout naartoe. De link daar naartoe staat in de beschrijving. Dus mocht je het nog zelf even willen lezen, dan kan je dat vooral doen. Let op, Engels natuurlijk. Battlefield 6 draait volgens hem om een conflict tussen de NAVO en Rusland. Ten tijde van de Derde Wereldoorlog. En de Derde Wereldoorlog zou dan nu zeg maar afspelen. Of net in de toekomst in ieder geval. Diverse soldaten uit verschillende landen staan daarin centraal. En dat zou dan zijn rondom war stories. Wat natuurlijk ook nu in deze Battlefield van nu voorkomt. Wat op zich heel erg leuk is trouwens. Je zou onder andere bijvoorbeeld in de huid van een Amerikaanse soldaat kruipen en een MI6 agent die de rebellengroepering in Oost-Europa bespioneert en saboteert om de opmars van de Russische troepen naar NAVO-grondgebied te stoppen. Battlefield 6 zou dus vooral gaan om 64 tegen 64 gevechten. Dus in totaal 128 man in de game. En hij geeft bijvoorbeeld als voorbeeld uit dat de dag bijvoorbeeld begint met het droppen van troepen en intense infanterie gevechten om de map te veroveren. En op dag 2 komen dan voertuigen beschikbaar voor het aanvallende team. En op dag 3 wordt dan meer balans aangebracht. En kijken de beide teams krijgen beide teams voertuigen tot hun beschikking. Tijdens dag 4 is het dan de bedoeling dat beide teams hun grondgebied moeten verdedigen. En op de laatste dag, dat is dag 5, is er een enorm gevecht met al het beschikbare materiaal in de modus Frontlines. Grand Operations bevat daarbij 3 enorme mappen, waarvan de omgeving zich richt op een Amerikaanse buitenwijk, een Europese stad en een Russische bos. Hoe dan ook zou dan het in totaal in 5 dagen gaan, wat nu dus is in 3 dagen. Cyberpunk 2077 natuurlijk pas geleden uitgekomen en meteen volledig bekritiseerd omdat het niet goed draait natuurlijk op de PlayStation 4 en op de Xbox One. Daarnaast op de PC draait hij dan wel en de next gen consoles, daar draait hij best wel redelijk op. CD Projekt Red is in ieder geval met een statement naar buiten gekomen. Tenminste, er is een onderlinge hele discussie geweest en er is een transcript van.
En die transcript staat in ieder geval op internet. En ik zal natuurlijk daar naartoe een linkje in de beschrijving zetten. Een pdfje. Dus ja, je kan het eventueel helemaal uitgebreid nog eventjes nalezen. CD Projekt Red gaf in ieder geval eerder al aan. Begin volgend jaar natuurlijk met meerdere patches uit te komen voor alle bugs die er op dit moment in zitten. Want ja, de game draait gewoon niet stabiel. Dat wordt dus in die vergadering benadrukt. Het is de bedoeling dat de game in ieder geval niet meer gaat crashen. Dat is heel veel fijn om te horen. En dat alle grote bugs meteen worden opgelost. De ontwikkelaar geeft wel daarbij aan dat het mogelijk onmogelijk is de versies op de Xbox One en de PlayStation 4 even goed te laten draaien dan op de PC en PlayStation 5 en de Xbox Series X. Dat is best wel opmerkelijk. Dat betekent dus eigenlijk, ze hebben een game uitgebracht die niet gewoon hoe dan ook naar zijn kunnen gaat, denk ik, draaien op de old gen, hè, de PlayStation 4 / Xbox One. Dus ik vind dat wel een beetje apart. Vooral omdat hij nu natuurlijk al uitgebracht is. Het team bij CD Projekt Red die gaat nu in ieder geval op vakantie. Want dat hebben ze namelijk wel verdiend. Want ze hebben er echt heel erg hard aan gewerkt de afgelopen tijd. Ze gaan in ieder geval daarna meteen aan de patches werken. Die dan in ieder geval tot en met februari moet uitkomen. Ja, wat dat betekent voor de toekomst natuurlijk van de game is nog onbekend. Er staat in ieder geval heel wat downloadable content gepland. En ook zou er een multiplayer modus uit moeten komen voor de game. En daarnaast moet de game eigenlijk ook nog verschijnen in ieder geval op de next gen consoles. Dus er is heel wat te doen en waarschijnlijk zal er wel hier en daar wat uitgesteld gaan worden. Dat moeten we nog eventjes afwachten. Ondertussen, het aandeel CD Projekt Red, laat ik dat zo zeggen, gaat flink naar beneden. En de oprichters zijn al de afgelopen week meer dan 1 miljard dollar kwijtgeraakt aan waarde van de aandelen. Dat berichtje daarover trouwens, dat staat op Bloomberg en ook dat staat in de beschrijving. Paranoid, ja, daar is een trailer voor uitgekomen. En deze horror game gaat in ieder geval uitkomen onder Steam. En de release datum daarvan is nog onbekend. Maar het ziet er echt super vet uit in ieder geval. Dus ja, trailertje in de beschrijving nogmaals. In Paranoid wordt een man in de jaren 80 geplaagd door de meest verschrikkelijke visies, visioenen. Spelers leren tijdens hun tocht door griezelige kamers van een motel meer over de psychische aandoening van het hoofdpersonage. En het is wel zo dat ze een klein beetje onder de loep staan voor deze game, want Mad Mind Studios, dat is de maker van deze game, heeft ook de game Agony gemaakt en deze game is heel erg negatief ontvangen. Want er zitten namelijk extreem gewelddadige scènes in. En ja, dat wordt natuurlijk een beetje doorverwezen naar de volgende game. Hopelijk iets minder dan in deze. Er zijn weer free games verkrijgbaar via de Epic Game Store. En aangezien er heel veel lijstjes zijn die rondgaan, die ik niet vertrouw, wil ik jullie gewoon verwijzen naar deze website. Dus heb jij gewoon de beschikking over de Epic Game Store? Bijvoorbeeld via Fortnite. Dan kan je daar eventjes op gaan kijken. Linkje daartoe staat in de beschrijving. Ik wil nog wel vertellen, mocht jij ook een game bestellen of kopen in ieder geval via de Epic Game Store en je kan een supporter creator gebruiken, gebruik die van mij natuurlijk. Dus ik moet eigenlijk eventjes hier in hashtag ad zeggen. Dat ben je verplicht trouwens tegenwoordig. Als jij ook een supporter creator hebt. Want die heb ik namelijk. En als jij mijn naam invult, dan krijg ik 5% van de aankoop van jou. Dus dat is natuurlijk heel erg fijn voor mij. Mijn supporter creator is Visionator-NL. En ook dat staat in de beschrijving. En er is een update uitgekomen voor Assassin's Creed. Een zogeheten title update. Dat betekent dat dat een hele grote update is. Versie 1.1 is namelijk uitgekomen. En hiermee zijn heel veel bugs verwijderd. Dat ten allereerste. Onder andere ook quests konden niet uitgespeeld worden. Dus dat is ook wel fijn dat dat nu gedaan kan worden. En wat vooral heel erg handig is, is dat de balans van de game aangepast is. Het is namelijk zo, je levelt in de game. Nou, best wel redelijk snel. Nou ja, het duurt wel lang, maar laat zeggen dat je wel behoorlijk op het laatst vooruit gaat lopen, zeg maar, op het spel zelf. Want als je heel veel sidequests doet en je levelt door, je kan uiteindelijk zelfs level 400 worden,
dan ben je eigenlijk te sterk voor de main storyline. Nou, wat hebben ze daarop gedaan? Je kan nou in ieder geval maximaal 51 punten meer zijn dan de quest zelf. En dan gaat de quest zich eigen aanpassen. En dan wordt het dus eigenlijk gewoon iets moeilijker voor jou gemaakt. Zodat het ook nog wel gewoon wat leuker is om te gaan spelen. Ten slotte voegt de patch ook nog een keertje ondersteuning toe voor de aankomende settlement uitbreiding. En er komt een gelimiteerd kerstmis event naar de game toe, genaamd Yule Season. En ja, details daarvan worden in ieder geval nog later naar buiten gebracht. Alles over deze update kun je vinden op de Ubisoft website. En natuurlijk staat daar een linkje naartoe in de beschrijving. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Nintendo. Want ja, er was een indie world. Heel veel indie games werden getoond via de livestream eergisteren. Het kruiste net met mijn game news. Ik had wel in game news verteld dat er eentje zou zijn. En ook een linkje naartoe in de beschrijving zet naar de livestream toe. Wat ik nu ook eventjes doe natuurlijk. Het allerbelangrijkste nieuws uit die stream is wel dat Among Us uitgekomen is in de e-shop. En sterker nog, binnen één dag was het de meest verkochte game ooit uit de e-shop. Dus dat is een hele grote prestatie natuurlijk. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind echt niks aan. Dus ja, mij kan het niet heel veel doen, zeg maar. Maar in ieder geval wel een hele goede prestatie. Ook komen natuurlijk andere games naar de e-shop toe. Die werden daar getoond. Onder andere aankomende zomer Spelunky 1 en 2. Super Meat Boy Forever, de vervolg, verschijnt in ieder geval net zoals de PC-versie op 23 december. En Grindstone is van de week al verschenen op de Nintendo Switch. Die kun je ook krijgen. En de game Cyber Shadow verschijnt in ieder geval op 26 januari. Andere games die ook nog voorkwamen waren onder andere Calico, Crunch, Kenosha en Happy Game. Dit was in ieder geval het game nieuws van vandaag. Ik zou zeggen, like even deze video. En vanavond een livestream op Twitch. Call of Duty. Tot dan. Later. Bye bye.